De Britse huizenmarkt, volgens sommigen de grootste zeepbel ever in de Britse economie. Voor de Brexit werden allerlei doemscenario's geschetst van een huizenmarkt in Londen die zou instorten. De bel zou eindelijk uit elkaar spatten. Anna, jij bent hier vandaag ingedoken. Hoe staat het met de handel in Londen? Nou, we kennen natuurlijk allemaal de verhalen over de Londense huizenmarkt. Die is nog hysterischer dan die in Amsterdam. En prijsstijging volgens mij in 10 jaar tijd wel 100% is dat omhoog gegaan. Dus redelijk bizar. Maar de laatste weken zijn er toch wat signalen dat het iets minder gaat. Het aantal verkochte woningen ging de eerste 2 weken na de Brexit-uitslag met 43% omlaag. Het aantal aangeboden woningen daalde met 25%. En ook heel veel huizen die hun vraagprijs gingen verlagen. We hebben ook eventjes gebeld met een makelaar uit Zuidwest Londen, Stuart McKenzie, en hij zegt er dit over. At the moment, it's just recently, from the sales perspective, taken a dip from... It was an accelerated, very vibrant market about 10 months ago. And now, for a number of reasons, the market has slowed more than we would normally expect. So it's probably dropped by about 5% in the last 10 months. We're already seeing... big amendments to the market. There will be a certain amount of people that just will realize this is not a good time to sell. The ones that have been on the market have shown price reductions, and that's happened in the top end of both sales and rentals. De man lijkt wel in depressie. Misschien is hij dat ook wel. In de slowdown. Ja, we hadden vandaag contact met iemand die een huis te kopen heeft. Onze correspondent Anne Sane in Londen. Die kent ook een stel dat haar in de straat woont. En die hebben hun huis net voor Brexit referendum hebben ze te koop gezet. Mm. En ja, die zien wel dat ze veel minder bezichtigingen krijgen. En ze zijn nog niet meteen in paniek of zo. Maar ja, ze zien wel dat er iets iets rustiger gaat. Eigenlijk. Maar wordt het dan ook echt betaalbaar? Ik bedoel, die huizen zijn natuurlijk zo idioot duur. Dan kan ik waarschijnlijk... Ja. Wat miljoen kan ik nog steeds niet in studio. Het is niet zo dat er ineens 50% van de prijzen af is gaan. Nee, absoluut niet. Maar grote vraag is natuurlijk, komt dit allemaal door dat Brexit-referendum? Nou, je ziet wel dat er nu even die dip, die dingen die ik net noemde... Hè, dat komt wel een beetje door Brexit. Maar er was al veel langer, wat hij ook al net zei... was er sprake van een daling in prijzen. Het hangt overigens wel heel erg van het gebied af. Er waren gisteren ook cijfers van het Britse Bureau voor de Statistiek. En daar bleek zeg maar de grote London area... die hadden nog steeds een jaar-op-jaar stijging van de prijzen van bijna 14%. Maar als je kijkt naar de bepaalde buurten van Londen... de juiste wat duurdere buurten... daar zijn gewoon ook al dalingen te zien. En ook dat er enorm onder de vraagprijs verkocht gaat worden. De vraag is het erg? Die markt was... 14% per jaar geramd rendement, oververhit. Ja, die was inderdaad heel erg oververhit. Die had ook nog eens te maken met een heleboel instroom van buitenlands geld. Hè? Dus de Chinezen, Russen, hoewel dat al wat minder werd. Ja. En uit het Midden-Oosten, die allemaal Londen als een soort van investeringsplek zagen. Waardoor in centraal Londen ook de helft leeg stond, 's nachts en zo. En... dus ja, dat was al niet helemaal een goede ontwikkeling. Maar het is ook wel weer zorgelijk als er nu echt een daling gaat komen. Want dat heeft vaak met vertrouwen te maken natuurlijk. En als vertrouwen naar beneden gaat in die huizen, maar klapt in elkaar... dat is voor de economie ook niet goed. Dat hebben we natuurlijk in Nederland ook heel erg gezien. Ja. Dus ja, wat dat betreft is het wel een beetje zorgelijk. Maar wat zijn dan, want dat is de korte termijn... wat zijn dan de prognoses voor die huizenmarkt? Ja, dat kan vriezen, kan dooien. Ja, dus, zijn analisten die zien echt 30% prijsdaling... en anderen zien het weer allemaal prima. Maar wat ik wel opvallend vond... Wells Fargo, een van de grootste banken ter wereld, Amerikaanse bank... die heeft dus gisteren aangekondigd dat ze dit gaan laten bouwen in Londen... voor 300 miljoen pond, een hoofdkantoor. Ja, omdat zij ging toch juist weg uit Londen, dacht ik. Nou ja, dat is dus heel interessant. Zij zien dit dus helemaal nog zitten. En dat is een beetje een tegengeluid... in plaats van al die verhalen van alle kantoren gaan weg. En zij kiezen er dus echt nog voor om te investeren. En er is ook een Amerikaans vastgoedfonds. Die heeft ook laten weten dat ze voor 1 miljard in Londens vastgoed gaan investeren. En ja, ook de goedkope pond helpt natuurlijk ook wel mee. Dus, of geniaal of oliedom, maar... Ja.